gången. Det är så benet. Nee, ik snap je wel. Maar ik zit nou van de ellende eigenlijk. Ja, zitten daar gaat van de vrouw regelmatig van. Pijnlijk, hè? Of andere complicaties ook. Hè? Heb je geen band erop te zitten? Nee, want ze willen gewoon een keer tot een rust. Dat is juist de bedoeling ook. Ah, oké. Okay. Een beetje te trainen. Het is de gynaecoloog zijn. Ja. Help. Dat is allemaal opgezet, hè? Ja, het is echt gewoon. Ja, weet ik. Weet ik. Dat trekt goed, dat trekt. Met een gynaecoloog kwam ook van zo'n andere, het was net een wissel. En die zei van, daar heb ik elkaar sturen. Ik zei, oh, dus gezellig. Ja, ik was het gewoon zo opgewekt. Dus ze zei, ik had wel even onderbrengen, even moesje. Ik zou prima, ik zou maar gaan slapen. Dus ik wil slapen. Dat was het belangrijkste, tuurlijk. Ja, we waren al vanaf 7 uur 's ochtends. Och ja, inderdaad. Ja, dit zien ze echt. Nee, dat valt mee, hè? Ja, dit stond dus ook heel maar in mijn lichaam. Dus dat was dat zei je, ja. Het was net zo rood als van de beschuiten. Ja, ja. Weet je, is dat? Ja, hij is er. Ik zeg hem. Blijf jij daar altijd op je kaart staan? Ik zeg,
Hoi. 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 Even zo van. Kleine. Nou, dan gaan we met handjes weer, hè. Lopen vervelen. Ja. Continu, hè. Ja. Even met zijn handen steeds bezig. Wat is dat toch, denk je? Wat heb ik dat toch? Ja, hij moet zijn eigen nog leren kennen. Hij moet nu even weten dat hij er allemaal mee wil. Ja, ja. Zo. Handje gezegd. Ik heb of niet wat is het nieuws uit. Zo, lukt zo van. Hé. Zit je zo makkelijk? Hallo. Hallo. Lekker rustig is hij. Kijk, op en iets verder. Ja, een herkentje. Ja, hij zegt op een dode gemak. Nu nog. Ja, maar is dat lief. Hij moet nog veel luisteren. Eerste dagen slapen ze veel. Maar eigenlijk, ik heb hem altijd wel. Ja, het is ook wel. Ik moet zo'n zin naar dit. Ik moest dan s'avonds om 11:00 op. En om echt wakker maken, dus moest eten. Een klein uusje. Kleine handjes. Kind wakker maken, dus helemaal vervelend. En, nou ja. Ook wel een knopje. Nou, dan hoef ik niet meer. Dan ze moeten daar toch samen, maar ze moet wel een beetje. Je kleine lipjes aan het doen. Zie je een klein mannetje. Ik ben niet altijd enthousiast gewoon al, want. Kijk, dat is Ad. Dag Ad. Maar hoe dat zij daar. Zeg maar bij ons. Knappe jongen daar. Kan ook niet anders, hè. Ja, hoezo? Samantha die kan dat wel, hè? Ik kan me heel goed voorstellen. Ja, wij hebben dat bij onze buren ook al, dat is een irritante vent. En de andere, daar gaan we heen. Die was nog op vakantie, dus dat is een zusje. De doek. Knappe vent, hè? Nooit kans van. Toen bij ons aan twee kanten zouden we een jaar geleden. Ik hou nu wel niet op. Dat hoeft ook niet. Ik speel maar even op zoals ze me horen en mijn laden laten. Ik zeg me gewoon mijn dingen laten doen. Ze dus niet over de dag zeggen. Dat is meer dan genoeg. Ja. Ja, dat is een goede kerel. Ja. Ja, dat is een goede gozer hoor. Dat is een heel bol. Die moet ik dan op het veldje staan. Juist, ik naald vastgelegd. Maar dat houden niet. Hallo, klein manneke. Klein manneke. Ik bedoel dat is dit. Hallo. Hallo, klein man. Wie? Sjaantje. Oh. Wat was ze vergeten dan? Dit pakje. Ja, we willen naar beneden. Ja. Destina, joh. Ja, kom ze dit er maar heen, ja. Hey. Hallo. Kan het zijn dat ik weer poep ruik? Mensen hè. Nou, ja, of denk ik dat maar? Het zit nog misschien in mijn neus. Dat zit nog in de neus. En het kan ook wel. Nee, dat is goed. Dan liggen we ermee. Hallo. Straks misschien al even in kleren ook een beetje zit. Hallo. Kan je ook hebben. Joh, kijk zo niet aan, joh. Kan, ja. Ja. Ik moest er wat achter mee. Ik moest mantel op. Ja, dat is tegenlief. Ze rode haar en verf ik ze. Dat is tegenlief. Ja, dan moet ik zo lopen achter. Ja, nu en meekieken. En zo te werken. Nee, dat vind ik ook. Terug weer op. Wat doe je erop aan? Tja.